De vervoersbedrijven in Zuid-Holland mogen de gestegen dieselprijs niet doorberekenen aan de klant. Gedeputeerde de Bond van Verkeer van de provincie Zuid-Holland heeft dat geantwoord op vragen van de P van de A. Vervoersbedrijven Veolia, Arriva en Connection dreigden onlangs met een verhoging van de tarieven. als het kabinet hen niet compenseert voor de hogere brandstofprijs. Maar volgens de Bond is de hoge dieselprijs een bedrijfsrisico. en zijn de tarieven tot 2012 vastgesteld. De Rotterdamse RET en de Haagse HTM voeren gesprekken over mogelijke samenwerking. om de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen te beperken. Beide bedrijven moeten de komende jaren ieder 40 miljoen euro inleveren. Om de bezwaren tegen de aangekondigde bezuinigingen kracht bij te zetten. legt de RET-personeel vanmorgen het werk neer tussen 5 uur en half 9. Inmiddels rijden bus, tram en metro weer volgens de dienstregeling. Als Ajax-kampioen wordt van de Eredivisie komend weekend en de huldiging verloopt zonder problemen, wil de Amsterdamse burgemeester Van der Laan zich inzetten om Ajax-supporters bij uitwedstrijden weer naar Rotterdam te krijgen. Een paar jaar geleden besloten de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam dat er geen supporters van de bezoekende club aanwezig mochten zijn bij de klassiekers. Vandaag begint de dag met bewolking, misschien zelfs wel een spatje regen. Maar, ja, zeg maar vanmiddag, vooral dan van het westen uit, ja, wordt het zelfs redelijk zonnig. Bij temperaturen van ongeveer 17 graden en een matige westenwind.